Ik heb iets grappigs uitgevonden, namelijk aardappelblaadjes. Ja, ik zat te denken over mijn vegan of mijn plant-based kerstdiner. Toen dacht ik van, ik wil eigenlijk iets leuks doen met aardappel. Want ik kreeg namelijk van mijn aardappelen specialist, Karel Jansen, kreeg ik deze fantastisch mooie aardappelen. Karel, hoe heette ze? Ik weet het niet. Maar toen dacht ik, ik ga er gewoon iets grappigs mee doen. Iets wat ook mooi op het bord is. Dus ik heb aardappelblaadjes gemaakt. En dat ga ik nu even laten zien hoe je dat doet. Ik ga ze maken met aardappelen en uien. Ik heb ze afgebakken. Maar je kan ze nog een keer in de oven doen. Wat het handig gedaan is, ook voor het stressvrije vierpersoons kerstdiner. Kan je ze van tevoren klaarmaken. En dan doe je ze in de vriezer. Dan ga je ze oppiepen. Dan smeer je ze een beetje in met olijfolie. In een heel heet oven, heel kort. En dit is natuurlijk ontzettend mooi als je dit op een bord legt met nog iets prachtigs erbij. Het is een beetje half knapperig. Sommige stukjes zijn zeg maar knapperig en andere zijn toch nog een beetje zacht. Het is dus, je moet uitkijken dat je niet te lang in de oven doet, dan gaat het uitdrogen en dan wordt het taai. Dus het is dus eigenlijk een zachte substantie met hier en daar een knapperig component. Om dit te maken heb je eigenlijk maar drie ingrediënten nodig. Dat is namelijk een beetje bloem, mooie aardappelen, het maakt ook niets uit wat voor soort aardappelen, en uien, en zout, en olijfolie. We gaan eerst de aardappelen gaan we koken. Dus ik moet ze eerst gaan schillen. De verhouding is ook niet eens heel erg ingewikkeld. Ik gebruik zeg maar 900 gram aardappelen en ik gebruik dan ongeveer 300 gram ui. En dan gaat 150 gram meel gaat erin. En dan gebruik ik 16 gram zout. En dat is ook eigenlijk, mag je zelf bedenken. Je moet het even proeven, het rauwe mengsel. En dan moet je even proeven of het jouw zout genoeg is. Je kan je voorstellen als je bijvoorbeeld parmezaanse kaas erheen gaat doen, dat is heel zout van zichzelf, dat je dan even minder zout toevoegt. Maar dan is het niet meer vegan. Wat je trouwens ook nodig hebt bij dit is een pureeknijper. Maar ja, elke liefhebber van aardappelpuree heeft dat ding natuurlijk in huis. Want je moet met aardappelen altijd enorm oppassen als je daar iets mee gaat doen als ze gaar zijn met roeren enzovoort. Het wordt al heel snel een soort kauwgom. Dus je moet het zo min mogelijk eigenlijk bewegen. Dat is ook met gnocchi zo. Dat moet je niet eindeloos kneden. Dat moet je ook niet in de machine doen. Dat moet je met de hand doen. Je kan er natuurlijk ook knoflook doorheen of een beetje nootmuskaat, whatever. Je kan het laten passen bij wat je aan het koken bent. Maar ik raad altijd aan als je zoiets voor het eerst doet om het zo simpel mogelijk te doen. Want dan heb je het onder de knie. En dan kan je daarna gewoon je eigen draai eraan geven. Ik denk dat dit ongeveer 900 gram is. Nou, dit is 800. Doe het ook voor. Aardappelen natuurlijk even wassen. En wat ik ook doe, dit is een beetje een tip. Kijk, ik zal even laten zien. Voor mensen die niet weten wat een puree knijper is. Dit is een pureeknijper. Nou, je ziet, dat bakje is niet waanzinnig groot. Dus ik doe, als je heel grote aardappelen hebt, dan snijd je aardappelen even door midden. Bovendien worden ze dan ook sneller gaar. We gaan nu de uien doen. We gaan de uien heel fijn snipperen, want ik wil eigenlijk de keukenmachine niet gebruiken. Als je haastig bent, je hebt hier geen zin in, dan kan je ook je uien heel grof snijden. Dan even in de keukenmachine met het mes kan je het even fijn hakken. Het nadeel daarvan vind ik eigenlijk altijd dat je er ontzettend veel vocht uit die ui slaat. Ik hou er eigenlijk van als het met de hand gesneden is, maar dat is, je kan het ook op je eigen manier doen. Een paar eetlepels olijfolie doe je in een pan, wok, koekenpan, maakt niet uit. Eerst de pan heet laten worden. Dan heb ik tijd om het te snijden. Het is echt heel kleine snippertjes. Je kan je voorstellen dat als je te grote stukken, dat kan niet in die blaadjes. Overigens hoef je ook niet per se blaadjes, maar je kan een ander vormpje eraan geven. Je kan ook cirkeltjes maken, whatever. Gewoon je koekjesteker gebruiken. De pan is heet. Ik heb hier mijn bakolijfolie hangen. Dus die doe ik even zo. Pannetje eronder. Super handig. Dit is gewoon ook een heel leuk werkje om met kinderen te doen bijvoorbeeld. Dat vinden ze natuurlijk waanzinnig leuk om die koekjes te maken. Of aardappelblaadjes te maken. Je kan ze misschien ook maken met paarse aardappelen, met vitelot of zo. Ook lekker. Met truffelaardappelen. De aardappels zijn gaar. Gaan ze even afgieten. Ze moeten even afkoelen, want anders ga je vreselijk je vingers branden als je daarmee moet gaan kneden. Oké, nou, we gaan verder. We gaan eerst de aardappelen door de knijper halen. Ja, je ziet, de damp komt eraf, ze zijn nog best nog heet. Maar als je ze gaat knijpen, koelen ze ook sneller af.
Nou, je ziet nu het voordeel van niet zo'n enorme klont erin, maar gewoon een half aardappeltje. Dat gaat super makkelijk. En wat ontzettend belangrijk is, zorg dat ze heel gaar zijn. Want een half gare aardappel door een pureeklepper duwen is niet leuk. Oké. Dit is het. Maar dit is nog veel te heet om te kneden. Dat is toch nog even wachten. Maar je moet het ook niet koud laten worden. Het is eigenlijk precies als met een gnocchi. Je moet zorgen dat je het met een warme aardappel doet. Oké, ik doe de uien erbij. Dat zei ik net al in het begin. Hè. Je kan hier dus van alles mee fantaseren. Alles doorheen doen. Kijk, ik denk bijvoorbeeld, ik ga het ook nog een keertje doen met bijvoorbeeld peterselie of koriander doorheen doen. Dan worden die blaadjes groen, meer bladachtig. Dit worden herfstblaadjes. Ja, dit kan ik bijna kneden met mijn vuurvaste handen. Goed. Dan gaan we er even meel op doen. Ik kneed het eigenlijk zoveel mogelijk door elkaar. En dan gooi ik het even op de bank, want het koelt er nog iets sneller af. Oké, nu komt het heel belangrijk. Was ik bijna vergeten. Het zout. Dat is echt heel belangrijk. Ik zei net al, ik doe er eigenlijk 16 gram zout in. Dat meet ik ook even af nu. Maar je kan er minder zout in doen en je kan er meer zout in doen. Het is maar wat je lekker vindt. Best wel veel. Iets minder. 12 gram zout. In eerste instantie. En dan kan je altijd nog bijvoegen. Want eruit halen kan niet meer. Dus dit moet je heel voorzichtig doen, dat het net plakt en goed gemengd is. Want het zout strooiden we erop, dus moet je zorgen dat het overal zit. Toeltje is dit heel handige schuifje. Dan kan ik het even een beetje schoonmaken eronder. Goed, nou dit is eigenlijk klaar. Nou moeten we die blaadjes ervan maken. Je begrijpt natuurlijk, dit is heel plakkerig. Dus je moet wel even, ook niet in één keer doen. Dat gaat absoluut niet lukken. Goed meel erbij doen. Ik zet een stort even een flinke lading meel. Dit is mijn malletje. Dat hebben we zelf gemaakt. Het is een blaadje, een druppelvormig blaadje. En dit zijn mijn nerven. Maar dat kan je niet kopen. Je kan het wel zelf maken. Je hebt alle soorten malletjes en dingen in de handel. En je kan het ook met een mes natuurlijk snijden. Je kan het zo spannend maken als je wil. Een centimeter dik of 1,2. Als je hem dunner doet, dan krijg je natuurlijk eigenlijk een heel hard koekje. En dat wil je niet. Je wil eigenlijk nog de binnenkant een beetje zacht hebben. Goed, we snijden deze uit. Ik doop mijn malletje af en toe even in de meel, anders dan het is toch allemaal plakkerig. Goed. Dit is een heel handig dingetje. Je voelt natuurlijk wat hier gebeurt. Dit heb je eerst gedaan. Hier zit natuurlijk al veel meer meel in. Dus je moet niet zeg maar dit meteen weer met meel doen, want er zit hier, dan gaat hier op een gegeven moment veel meel in zitten. Dus deze doe je even apart. Dan ga je eerst de hele knol ga je verwerken. Je moet eigenlijk niet zoveel meel toevoegen. Dat is niet leuk. Het kan wel, maar het is minder lekker. Je houdt even apart wat afsnijsel is. En dan doen we straks alle afsnijsel bij elkaar. Ik ga nu mijn nerven erin doeken. Dat moet ik ook even door het meel halen. Zo. Nou, je kan ze nu ook gewoon laten staan totdat je gaat eten. En dan gaan ze, ik denk ze, 20 minuten in de oven gaan. Wat ik altijd doe, is nog even bestrijken met wat olijfolie. Net zei ik dat al, je kan ze dus ook half afbakken en invriezen. Dan moet je ze wel per stuk invriezen. En dan pas als ze hard zijn, mag je ze op elkaar stapelen. Anders heb je een gezellige aardappelklont. We gaan ze bakken nu. Kijk, hier liggen de plaatjes. Je moet ook even nadenken wat er gebeurt in de oven. Op het moment dat je de temperatuur te laag hebt, je wil natuurlijk dat ze mooi bruin zijn aan de buitenkant, dan moet je ze heel lang in de oven doen, om te zeggen drogen ze uit. Maar ja, misschien vind je dat lekker. Dus dat is een eigen keuze. Ik wil altijd graag dat ze van de binnenkant nog een beetje zacht zijn. Dus ik zet de oven hoog, dus zeg maar 200 graden. En probeer ze eigenlijk korter in de oven te doen. Maar dat is eigenlijk ook een keuze. Ik heb ze in de oven gedaan. Mijn oven staat op 200 graden. Het is dus de keuze. Ik wil ze graag aan de buitenkant bruin hebben, binnenkant een beetje zacht. Wil je ze helemaal hard hebben, worden ze een beetje taai, dan kan je de oven lager zetten op 160 en dan doe je ze wat langer in de oven. Oké,
snel klaar. Ze hadden nog iets langer gekund. Kijk, mijn oven is niet helemaal goed in balans. Dus deze zijn iets donkerder dan die andere. Maar... En als je ze nog een keer gaat bakken, dan is het handig om ze gewoon iets minder bruin te maken. Heb je trek in nog een video? Er staan er ruim 1200 voor je klaar. Abonneer je op het YouTube kanaal of schrijf je in voor de nieuwsbrief. Dan hou ik je wekelijks op de hoogte van nieuw materiaal.